Pokémon Obsidian Flames TCG set is echt geweldig. In de vorige video gebeurde namelijk dit. Niet! Niet! We hebben hem gewoon nu al! En dan had ik ook nog deze hele vet kaart van Scissor. En ik had nog veel meer, dus ga ook die video checken. Maar check eerst deze. Want we hebben nu deze hele vette Elite Trainer Box van Obsidian Flames. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je van Pokémon kaarten houdt. Er zitten Energy kaarten in, dividers voor in je Elite Trainer Box, super vette hoesjes, muntjes en dobbelstenen. Maar het ging mij eigenlijk om deze hele vette Charmander promo kaart. Als er helemaal niks in deze Elite Trainer Box zit, heb ik in ieder geval deze kaart voor 55 euro. En dan gaan we nu deze 9 pakjes openmaken. De eerste codekaart is voor jullie. En ik hoop heel erg dat ik nu zo'n Pidgey of een Pidgeotto of een Pidget kaart heb. Deze Lechon kaart is ook goud. Deze vind ik heel vet, die heb ik nog niet. Nu al mijn favoriete normale kaart uit deze set. We hebben Barboach. Dus Squawfit, ook een kaartje die ik nog niet heb. Paldean, Clodsire, Trevenant, een Bellybolt. Dan hebben we hier een Reverse Palpitoad. Ja, we hebben alweer een vette kaart. Wat is het? Oh, het is een Revenform EX. Oh, en het is nog... Nee, ik heb zoveel geluk met deze set. Als je deze laat graden is die namelijk ook best wel veel waard. Maar buiten dat is het gewoon een hele toffe kaart. Check al die kleurtjes. Ik vind Revenform niet eens zo'n hele bijzondere Pokémon. Maar deze kaart is echt sick. We hebben zoveel geluk met Obsidian Flames. En wat zit er dan nog achter? Een Darkrai. Ik ben blij. Een goede pool betekent een codekaart voor jullie. Daar gaan we weer met de Grass Energy. Squawfit. Wigglet. Pelpitootje, Zigzagoon, Probopass, Linoon. Ik zie allemaal kaarten die ik nog niet gezien heb. Ik ga echt wel lekker met deze set hoor, om het compleet te maken volgens mij. We hebben Skarmory, een Vengeful Punch Reverse, een Bellybolt Reverse die helemaal ingedeukt is. En als laatst, een Thundurus. Pakje nummer 3. Kom maar op, Charizardje. Kom maar op. We hebben nu Timepole. Een Surskit. Nummel bij een molen. Een Grievert. Ja, dit is een Pidgeotto. No shit, Rick. Dat is een Pidgeotto. Maar ik bedoel eigenlijk dat ik hoop die Illustration Rare Pidgeotto te poelen. Deze Dragonair is mooi, jongen. Mooie kaart. We hebben een Armor Rouge. We hebben Benelby Reverse. We hebben Cryogonal Reverse. En als laatst hebben we, Claydol. Volgens mij heb ik deze al een keer gepoeld. Ik heb niet zoveel met deze Pokémon, maar het is wel een cool kaartje. Pakje nummer 4. Let's go! Glimmet. Een Tadbulb. Nou, daar is mijn favoriete Lechonky weer. Een Barboach. Die hadden we net ook in dat goede pakje allebei. Misschien wordt dit ook alweer een goed pakje na deze Oinkalon. Salazzle. Nice. Lycanroc. Nou, nu komen de plekjes waar de goede kaart kan zitten. Bronzong. En? Wat is dit? Pinchy Reverse. En als laatste hebben we... Oké. Scissor. Heb ik ook nog niet. Scyther is mijn favoriete Pokémon, maar Scissor is zeker ook heel sick. Ja, mooi kaartje. Het wordt weer tijd voor een pool. Waterenergie. Die hebben we nog niet gehad volgens mij. Cryogonal. Togepi. Die hebben we ook nog niet. Leuk. Bonsly. Dolif. Dan gaan we naar Beartic. Door naar Charmeleon. Kom maar, Charizard. Kom maar. Excadrill. Een Wigglet Reverse. Ja. Was dit die Gita-kaart? Als het zo is, hè. Die is namelijk ook wel wat waard. En ik dacht dus te zien dat dat hem ook echt was. Is dat hem? Oh, nee. Het is Varoom. Maar dat vind ik alsnog tof. Want nu hebben we Varoom en Revenform. Dit vind ik wel leuk. Ik hou heel erg van die Full Art Illustration Rare kaarten. Ik vind dat zo leuk, dit soort kaarten. Dus ik ben hier wel blij mee met deze Varoom. En als laatst hebben we toch een Gita. Maar niet de goede. Dit is de Gita-kaart die ik dus bedoel. We onderbreken deze video even voor wat leuks. In deze doos zitten namelijk al mijn bijzondere kaarten. En ik ga jullie er gewoon een paar laten zien. Laat het weten in de comments als je wil dat ik dit vaker doe. Oké, ik pak gewoon een klein stapeltje. Dit is misschien wel mijn meest bijzondere kaart. Je zou bijna denken dat dit gewoon een neppe Pokémon kaart is. Maar deze kreeg je vroeger als je naar de allereerste Pokémon film ging in de bioscoop. Deze heb je denk ik wel een keer gezien in een andere video. Charizard VMAX. Wat zit daar dan achter? Oh, nog een Charizard. Ja, die heb je ook wel een keer gezien in een video. Volgens mij komt er gewoon nog een Charizard. Ja joh, we gaan even door met de Charizards. Armor Rouge, die heb je ook al eerder gezien. Ik wil even wat oudere kaarten laten zien. Bijvoorbeeld
bijvoorbeeld deze Light Arcanine. Die heb ik ooit eens bij een veiling gekocht. Super vet. En wat denk je van deze hele vette Gengar TG kaart? TG kaarten zijn sowieso vet. Maar deze vind ik echt heel vet. En weten jullie nog dat ik deze poelde? De Cynthia kaart, die was destijds zoveel geld waard. Ik weet niet of die nu nog steeds zoveel geld waard is, maar ik heb hem gewoon altijd bewaard. Doe een duimpje omhoog en laat in de reacties weten of je wil dat ik dit vaker ga doen. En misschien doe ik dat dan wel. Mijn collectie laten zien. Terug naar de video. Nog 4 pakjes te gaan. Het gaat redelijk. Misschien zit hier nog wat goeds in. Er was weer een goede pool, dus deze is voor jullie. Basic Energy. Funkus. Litwick. Pidgey. Yungoos. Bij een Dratini fonteintje. Yungoos houdt niet van water, zo te zien. We gaan door naar Arven. Stunfisky. De volgende kaart is... Oh! Die is vet. Gewoon een normaal kaartje, maar ik ben sowieso ook wel Umbreon fan. Dus ik vind deze wel heel nice. Deze heb ik ook nog niet. Love it. Echt heel vet. Cool. Scyther Reverse. 2 van mijn favoriete Pokémon achter elkaar. Umbreon en Scyther. Wat zit er dan achter Scyther? Daar hebben we een Tynamo. En als laatst hebben we weer een Darkrai. Maar deze twee vind ik wel vet hoor. Umbreontje en Scyther. Nice. Oké, kom op. We hebben nog 3 pakjes. We moeten even een klapper eruit zien te halen. We hebben hier Crabrawler. Clefairy. Dit is gewoon een foto van zo'n poppetje die je in de winkel kan kopen. Wel een mooi fotootje trouwens. Nou, Town Store, een Caps Kit, Electros, Bronzong, een Flamingo. Ik vind dit zo'n gekke Pokémon. Dit is gewoon echt een Flamingo. Voor de rest niet heel veel bijzonders. Ja, ik weet nooit zo goed wat ik ermee moet. Eevee, daar weten we wel wat we daarmee moeten. Nog een nieuw kaartje voor mij. Eevee ook wel een favoriet van iedereen zo'n beetje. Togepi. Nou ja, Eevee en Togepi achter elkaar. Dat vind ik wel heel grappig. En als laatste hebben we, Togekiss. Op zich weer geen bijzondere pool, maar wel een leuke kaart. Jongens, we hebben een Charizard pakje. Voelen jullie ook dat hier echt wel wat goeds in zit? Oké, daar gaan we. Electric Energy. Kijk, dit begint goed. Charmander. Ja, dit gaat hem worden, jongens. Dratini, hele fijne Pokémon. Ja, Oddish. Hoppakee, een Gen 1 Pokémon. Swablu. Dan Poppy. Een Lunatone, een Dartrix, een Glimmet. Ze gaan komen. Oeh, ja. Deze is leuk. Ice QEX. En dan de Terraform. Het is namelijk een Fire-type geworden. Inderdaad weer zo'n Illustration Rare kaart. Dus dit is gewoon wel echt een goede pool. Ik ben hier wel heel blij mee. En als laatste... Ja, die zijn nog niet echt goed. De laatste pool was alleen goed in het eerste pakje. Maar deze Ice Q, die mag er zeker wel zijn. Ik ben tot nu toe al redelijk tevreden met deze Elite Trainer Box. En als hier dan nog een pool in zit, dan ben ik helemaal tevreden. Deze codekaart is dus weer voor jullie. En we zijn dus alweer aangekomen bij het laatste pakje. Dus als jij je duimpje nog niet omhoog hebt gedaan voor deze video, doe dat dan. En abonneer sowieso hè, als je van Nintendo houdt, als je van Pokémon kaarten houdt, want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan gaan we kijken naar de laatste paar kaarten. Darmanitan, Dartrix, Fungus Reverse, het Grumpig Reverse en een... Oeh! Deze hadden we al, maar we sluiten af met een hele mooie Dragonite EX Terra. Die had ik in de vorige video ook, maar die kunnen we dus nu misschien ruilen op een beurs. En verder hadden we deze hele toffe Ice Q EX Illustration Rare Terra type ding. Kijk hem vliegen! En de stofzuiger en auto combinatie, namelijk deze Vroom Illustration Rare en deze Revavroom EX Full Art. Hele dikke, mooie, kleurrijke kaart. En in 20 pakjes Obsidian Flames hebben we maar liefst 11 pools. Oh nee, 12, want we hadden ook deze nog. Dus kijk ook de vorige video. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!